In de Tweede Kamer, fractie van de ChristenUnie, maken we het nu voor het eerst mee dat er iemand met zwangerschapsverlof gaat. Mijn man en ik mogen een kindje verwachten. En daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor. Ook dat het zo goed mocht gaan. Dat ik mijn werk tot op de laatste dag als vandaag mocht blijven doen. We gaan jou in ieder geval, dit gaan we jou aanbieden. We gaan je heel erg missen. Het gaat goed. Ik was heel erg verrast dat Gert-Jan aan het begin even aandacht vestigde op dat het voor mij vandaag de laatste dag in de Kamer zou zijn. Ik ben ongelooflijk blij dat Nico mij in de Kamer wil vervangen. Stineke die heeft ook weer haar eigen stijl en ook haar eigen inhoud kunnen brengen in de afgelopen anderhalf jaar nu dat ze het doet. Dus ik ben benieuwd of ik daar überhaupt aan kan tippen, maar ik ga natuurlijk wel mijn best doen. Ik wens jou ontzettend veel plezier en een hele mooie tijd hier in de Kamer. Je hebt prachtige portefeuilles, heb ik al gemerkt de afgelopen weken. En daar zie ik ook wel naar uit. Leuke collega's, een prachtig mooie fractie met allemaal mooie mensen. Ja, ik vind het wel indrukwekkend eerlijk gezegd dat ik hier nu sta en ik heb er gewoon enorm veel zin in. Straks gaan we door naar de plenaire zaal. Daar zal Nico ook beëdigd worden. Ik vind het een heel mooi moment ook om bij te wonen. Ik zweer dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt, getrouw zal vervullen. Zo waar ik wel mijn voor.